Hoi, Hugo Bakker hier en ik zal eerlijk zijn tegen je. Ik heb eigenlijk nooit veel geld gegeven aan goede doelen. Want ik dacht altijd van ja, aan welke strijkstok blijft het geld hangen? En als ik dan wat ga geven, weet je, dan kan ik er maar beter zelf naartoe gaan. Nou, dat gaat nu gebeuren. In juni ga ik de hoogste berg van Afrika beklimmen. Dat is de Kilimanjaro. Misschien heb je laatst het programma gezien, Blind naar de Top. En dat schijnt een behoorlijk zware tocht te kunnen zijn. Dus ik ben nu aan het trainen. En de bedoeling is dat ik 10.000 euro bij elkaar ga verzamelen om kansarme kinderen in Afrika, in Tanzania te helpen. En wij kunnen het hier natuurlijk hebben over de vluchtelingencrisis en dat we met liefde heel veel mensen op moeten vangen. Maar ik geloof dat we daar intern moeten helpen om daar mensen te helpen. Om de oorlogen te verdrijven, om elkaar beter te helpen laten samenwerken. En dat is nou precies wat het project doet. Het project van Compassion van de Muscatlon, die helpt kinderen vanaf heel jong opleiden en echt een toekomst te geven. Dat ze naar de universiteit kunnen en dat ze een impact kunnen hebben op hun omgeving. Nou, dat wil ik steunen. Hoe doe ik dat? Op twee manieren. De eerste manier is dat ik als trainer, coach, de trainde trainers die ik normaal gesproken bij bedrijven geef, dat ik die nog steeds ga geven, maar dat ik dan 100% van het geld wat ik factureer, dat ik dat bijdraag aan dit project. In ieder geval tot ik die 10.000 euro bij elkaar heb en vooral bij christelijke organisaties. De tweede manier waarop ik dat doe, en daar kun jij ook een steentje aan bijdragen, is als je de 101 werk voor mijn bibliotheek koopt, nu voor de kerstactie, dan doneer ik 20 euro van dat bedrag ook aan het project. Dus daarmee help jij ook eigenlijk op een directe manier deze kinderen in Afrika. En ik hou je op de hoogte van mijn training en straks van de tocht naar die top en vooral aan mijn bezoek aan de projecten al daar. Als je helpt, als je doneert, als je koopt, hartelijk dank. Groetjes. Ik hoop dat het gaat regenen, dat het koud wordt. Dan kan ik echt trainen, want dit stukje wandelen, dat schiet eigenlijk nog niet echt op. Fijne dag.